Deze beschouwing die gaat over Marc Dutroux en de dode getuigen. Eigenlijk gaat hij daar niet over. Eigenlijk gaat hij over de immoraliteit van de westers-Europese mens. En dat wij onze ogen uit onze kop moeten schamen. En wij met ons immorele gedrag hebben bewezen dat de God van de Bijbel een mild en begripvol persoon is. Want had de God van de Bijbel ook maar één Jota van de vreedheid die hem wordt toegeschreven door de atheïsten? dan had hij ons al van de kaart afgeveegd. De zee ingedreven. God is genadig voor ons. Dat hebben wij bewezen door ons zo te misdragen. Ja, maar Piri, jij dus ook. Nou. nou, ik zeg in elk geval nog dat wij een immorele bende zijn die... Ja, heel verbaasd mogen zijn dat we nog in leven zijn gelaten. Door de Almachtige. Zijn wij het leven waard? Meen je dat nou? De zaak troe... Die kwam mij ter oren. in. was het 98? 96. Ik heb er nog een essay over geschreven. Ik heb een. Uh, links gelegd naar. De Madeira-affaire. Want er was ook nog een heel leuk filmpje van die LHBGTQ-mensen. Die allemaal staan uh, trappelen, te trappelen om geïntegreerd te worden in de Nederlandse samenleving. En die willen ze ook graag omgaan met onze kinderen. Dat vinden ze pas echt een blijk dat wij hun helemaal vertrouwen. Nou, die LHBGTQ-dingers Q, ik zei z Die hadden een filmpje gemaakt. ...van hun vrolijke vakantie op Madeira. En dat filmpje, dat ging voor grof geld over toonbanken. In moezelige, smoezelige... Moezelig, dat is helemaal geen woord. Maar het was misschien in, in de beurt van de muizen. Van de moezel. <laughs> van die smoezelige toonbankjes, je kent ze wel. In van die grijze achterstraatjes. Die LHBGTQ jongens en meisjes die snappen nog steeds niet dat hun gemeenschap van oudsher niet zo'n fijne naam heeft. En als ze, met, als ze nou echt willen integreren met ons, dan moeten ze gaan doen net als wij. Want dan integreer je. Hè? Dus als je geïntegreerd wil worden in een groep, dan moet je net gaan doen als die groep. Dan, word je dan nemen ze je op. Dan moeten zij, net als wij, die activiteiten, zoals die LHBGTK, hoe ze ook maar heten, QT-dinges, in Madeira hebben gedaan. Dat ze zeggen: nou, dat is een schande. En waarom heeft de politie daar niks aan gedaan? En dat ze dan aan onze kant komen te staan. En dan zou het hun groep. Goed staan als zij dan de leiding nemen en het niet overlaten aan zo'n traditionele, patriarchale, Nederlandstalige, mannelijke, heteroseksueel als Perry de Flap de rolwinkel. Oh nee, dat hoef ik niet te doen, doe Perry wil. Ja, ja. Kijk, het is een mooie kans hè, voor die LHBGTQI mensen om even te scoren. Ja, trek die Madeira-affaire even open. Ik heb dat toen gedaan, maar dat is alleen maar ik. En ja, nieuwe bloed erin of zo. Ja, ik ben inmiddels ook uh, 60, dit jaar word ik 61. Uh, en dat zouden die LHBGTQI uh, jongens en meisjes, uh, nou, dat kunnen ze prima induiken, hoor. En ik garandeer je dat uh, in elk geval in mijn ogen gaan ze dan meer integreren. Dan kreeg het verhaal van Manuel Schatwald, een Duitse jongen uit Berlijn. Bekende verhaal. Alleen, alleenstaande moeder heeft hem opgevoed. Vader buiten beeld. De jongen is uh, op zoek gegaan naar een nieuwe papa op het centraal station bij het uh, dierenhuis in Berlijn. Je weet wel, je kent het toch wel, dat is een dierentuin en een, en een, een treinstation. Dat hebben ze in Antwerpen ook. In Antwerpen hebben ze de dierentuin vernoemd naar een station, dacht ik. En in Berlijn hebben ze een station vernoemd naar de dierentuin. Dat is het de dierentuinstation. Maar die Belgen hebben dat andersom gedaan, dacht ik. In elk geval daar in Berlijn, daar vond Manuel Schatwald de, ja, de vaderfiguur. Het is, zo wordt het genoemd, hè, door mensen als Nicolosi. Inmiddels is hij overleden, maar die zei dat zo. Hè. Die, die kinderen, die jonge jongens die uh, een eindje gaan wandelen met een heer op leeftijd. Dat vervult een, een jonge Jaans archetype. En namelijk dat ieder jongetje die wil een papa waarvan hij kan zeggen in de klas van ja mijn papa is de allergrootste, sterkste papa ter wereld man als mijn papa jouw tegen papa tegenkomt ah, man die, die pakt jouw papa beter en die gooit hem zo over tien flatgebouwen heen weet je wel dat is mijn papa jongen nou ja, niemand komt aan mijn papa want mijn papa die <laughs> hey, iedereen wil een sterke papa iedereen wil kunnen zeggen dat is mijn vader want dan ben jij namelijk zijn zoon ja, wie, wie snapt dat nou niet Kinderen hebben een vader nodig. En als er dan de werkelijke vader. Uh, een of andere slappiemel is. En waarschijnlijk is die moeder van hem. die deugt ook helemaal voor geen meter. Die, die moeder van uh, Manuel Schatwald. die heeft zich laten wipperen. door een slapjanus. Dat moet je niet doen als vrouw. Dan mag je je kinderen niet aandoen. Je moet geen seks hebben met slapjanussen. Kunnen die vrouwen dat nou een keer gaan begrijpen? Dat zij ook een beetje verantwoordelijk. De vrouwen willen toch zo graag zeggenschap? Nou, bij deze. Geen seks met slapjanen ze. Alleen nog maar seks met echte kerels. Echte mannen die zorgen voor hun kind. en dat kind niet in de steek laten, zoals de vader van Manuel Schatwald. En die moeder van Manuel Schatwald allemaal, allemaal huilen op de beetje. Ja. En mijn kind is weg, en mijn kind is weg. En wie spreekt die moeder aan op het gedrag? Anyway, in wat Schatwald is één keer te veel met de verkeerde man, uh, papa, meegelopen. Een glanzende carrière begonnen in Rotterdam en Amsterdam. Ze werd heen en weer gereden wij gewoon in het westen van Nederland. Toen hadden ze bij de recherche van uh, seksueel kindermisbruik jongens, hadden ze voldoende uh, pagina's over hem. En die rechercheurs die merkten dat hij omging met steeds groter tuig. Dat laatste in Nederland dus gewoon in de rondlopen. En die rechercheurs wisten van oh, schelen nevels zit erbij, schelen nevels en Kromme Karel. Wauw, hè? Dit zijn echte zware jongens, in de zin dat ze het graag door mijn kleine jongetjes. En dat die kleine jongetjes dat er niet altijd levend van afbrengen. En dan hebben ze weer een zaak die ze niet op kunnen lossen. Dus dan hebben ze gezegd tegen hun superieur: van ja, dat onderzoek met Manuel Schatwald is wel leuk. Maar wij vinden dat het nu tijd is om te gaan denken aan een slachtoffer. En die moet van straat gehaald worden en die moet ondergebracht worden op een onderdakadres. En dan gaan we verder, Manuel, gaan we verder ondervragen. In een rustige omgeving. Waar hij een schoon bed heeft elke dag en een klein kamertje voor zichzelf. En uh, ja, wat heeft een jongetje nodig van 13, 14 jaar? Ja, niet oude kerels met een stijve leuter in de onderbroek. Nou, het antwoord van de Rotterdamse politie was uh, zeer goed te verwachten. Die zeiden: nee, laat maar lopen, kijken wat er gebeurt. Nou, dat hebben ze hem net zo lang laten lopen uh, totdat ze hem nooit meer zagen lopen. En toen heeft justitie het... Uh, heeft justitie op tv verteld dat uh, met de ICT een, uh, Ja, die stoute jongens van de ICT, die hadden een foutje gemaakt. En toen was dat dossier vernietigd. Digitaal vernietigd. En uh, alle papieren documenten, ja, dat was dan niet de schuld van ICT. Maar omdat ICT het elektronische dossier had vernietigd... Toen hebben ze waarschijnlijk gedacht, nou dan kunnen we die papieren ook wel weggooien, want uh, we zijn het digitale dossier kwijt. En zo is het eigenlijk gegaan dat het dossier van Manuel Schartwald niet meer bestaat. En die man van justitie die heeft dat verteld en hij zat duidelijk te lachen. En dat was dan bij twee vandaag of één vandaag. Mag je zelf verzinnen. Iets met de NCRV. En waar die C dan op slaat, weet ik niet. Maar de NCRV had er geen enkel probleem mee. Waarom zouden ze? Ik stuur je de Nederlandse. De, datgene dat zich momenteel in Nederland. Uh, lid is van de NCRV. en zich ook nog een bijbelgelovende christen noemt. Maar ja. Ik zou het niet uitnodigen op je verjaardag. Iedereen die lid is van de NCRV, die zou ik niet uitnodigen op je verjaardag. Ook niet. Uh, ook uh, dat je bij, uh, bij je testament ook een lijstje maakt van, van deze mensen. Dat je, op je in je testament zet van... Er mogen alleen maar mensen op mijn begrafenis, zeker crematie, komen. Die, dubbele punt. En dan staat er als eerste geen lid zijn geweest in hun leven van de NCRV. Tenzij ze daar openlijk met veel... Uh, nou, ik moet zeggen, openlijk en duidelijk afscheid van hebben genomen. Dus als iemand zegt, van, nou, ik was lid van de NCRV, maar toen is mij te horen gekomen dat er iemand in Nederland was en die heet Perry Winkel. En daar heb ik naar geluisterd en uh, nu zijn mij de schellen van de ogen gevallen. En ik heb de, mijn lidmaatschap van de NCRV opgezegd met een hele boze brief. En uh, die mag dan welkomen. Dat geldt ook voor mensen die les zijn geweest van de Fara bij Leven. Want daar werkte dat monster uh, onder de naam. Ze zal wel echt zo heten, maar dat weet je niet echt in die kringen. Uh, Sonja Barend liet ze zich noemen. En uh, van haar was de geweldige vraag. Ze was iemand aan het ondervragen en die was seksueel misbruikt. En uh, toen vroeg ze aan die persoon... Van, ja, dat zeg je nou allemaal wel, maar... Uh, ik ik parafraseer nu, hè, ik weet het niet meer letterlijk. Ik heb er een letterlijke uitzending over gehouden. Dus als je het echt wil weten... Stuur me een mailtje, dan ga ik er even voor je op zoek. Ik heb zoveel uitzendingen gemaakt. En... Dan... Dan vraagt ze aan die persoon... Van, ja, maar... Je vond het zelf dus ook eigenlijk wel een beetje lekker. Of zoiets. Hè? Terwijl die jongen helemaal niet aangaf dat hij ooit uh, voordat hij, die directeur hem. Uh... Uh, in die situaties had gebracht en hem met hem compromitterende handelingen was gaan doen, uh, hij had helemaal niet aangegeven van, nou, voor die tijden had ik al, uh, ja, dan had ik wel eens uh, zo'n zo blaadje, bij, bij, uh, bij zo'n blaadjeswinkel, kon ik niet betalen, maar dan, dan, uh, dan, dan stopte ik er eentje zo uh, stiekem in de als van moedigen en uh, dan ging ik thuis ging kijken naar uh, foto's van uh, oude mannen. Kijk, dan kan je zeggen tegen zo'n kind, van, ja, je hebt altijd al een beetje wat gehad, hè, met oude mannen. Kijk, dan had Sonja Barend misschien nog een poot om op te staan. Maar nu niet. Nu is uh, ze van Joodse afkomst ook. Uh, dat is helemaal erg. Ik bedoel, de Joden hebben het al zo erg gehad in Nederland. Dan moet je ook nog zeggen dat ja, Sonja Barend bij hen behoort. Laten we maar hopen dat het laatste dat het een hoax roddel is: dat Sonja Barend niet van Joodse afkomst is. Want ze hebben het al zo moeilijk gehad, die Joden. Ja, wij zijn immoreel. Dat is me wel duidelijk. En ik wel, wij zijn immoreel. Manuel Shardwald is dood. En we hebben even twee minuten pauze voor het feit dat Manuel Shardwald dood is. En daarna hebben wij twintig uh, miljoen minuten pauze voor het feit dat wij allemaal, immoreel gesproken, uh, uh, dood zijn. Of moet je zeggen, moreel gesproken dood zijn? Of moet je zeggen dat wij eigenlijk dood zijn? In elk geval, we leven niet. Wij, uh, wij zijn van mening dat zolang wij nog frikandellen in een of ander gat kunnen stoppen. Onder, onder, die, onder die twee neusgaten. en dat we dus niet de vergissing maken dat we die frikandel in het linker of het rechter neusgat stoppen. maar dan nek eens eronder, weet je wel, vlak voordat het kind begint. Hè? En, en dat het dan na verloop van tijd. en dan komt het eruit en dan is het bruine prut geworden. maar dan heeft het dezelfde vorm. en dan lijkt het ook een frikandel. en dan denken wij, nou zie je wel, wij leven. Ja, die frikandel ruikt heel anders, dat wel. Maar het is allebei een, vruin, een bruine frikandel, dus wij zijn uh, CO2-neutraal aan het leven. Ja, dat zijn wij, echt meer niet. Dan moeten we dat een keer eerlijk toegeven. Wij verdienen het leven niet. Het is een wonder dat God ons in leven laat. Daar alleen al om. Zou je elke dag uh, janken van dankbaarheid. Uh, de dag moeten beginnen. En ik ook. Ja. Ja, misschien is het wel zo dat, dat God momenteel zoiets heeft. Ja, Perry heeft gelijk. Maar ja... Aan hem heb ik nog niet zo'n grote pesthekel als aan de moeder van Manuel Schatwald. En ja, als ik ingrijp, ja, dan ben ik periode ook kwijt. Maar kijk, zo blasfemisch en zo groot dinges wil ik niet denken. Maar misschien is er iemand anders die, uh, waarvan ik kan zeggen van jeetje wat een goede kerel of jeetje wat een goede meid. Want dat, daarom is dat God nog niet heeft ingegrepen. Maar dat is toch echt niet vanwege al die uh, Manuel min uh, doodminachteraars die een beetje lopen grinniken op de ngv tv van ja, dat is wel, uh, ja, we ja, waren het dossier kwijt. Ja, ja, dat is, ja, dus, uh, ja dus, uh, wat zeg u? Ja, we waren het kwijt. Ja, echt helemaal, ja, helemaal kwijt. Ja. ja, en de papieren. Uh, ja, nou, we waren het digitaal kwijt, dus ja, en waar dan die papieren liggen? Ja, dat weten we dan ook niet meer. Hè? En dan de NCFV, die, uh, die compleet immorele bende daar, die, die ziet dat ook, zijn interview, en die denkt, ah oh, nou, dat zullen de mensen van Nederland wel leuk vinden om te horen dat als er in Nederland een Duitse Berlijnse jongen wordt vermist en zijn dossier raakt, zoek, dat justitie daar wel een prettig momentje bij heeft, dat ze even kunnen lachen en dat ze dan eerlijk vertellen dat het dossier uh, zoek is. Dus het dossier is niet alleen zoek, maar justitie zegt hem ook echt, het dossier is zoek. En dat betekent toch dat de justitie geeft helemaal heldere openheid van zaken. En dat is toch een heel fijn bericht van de Nederlandse samenleving. Dat zo'n Berlijnse jongen die dan hier in Nederland verdwijnt... en waarvan dan de, de mensen op straat zeggen van ho, 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 dit gaat fout. En dan doet de Nederlandse overheid helemaal niks. En dan wordt die jongen niet meer gezien. En dus die jongen raakt zoek. En dan raakt gelukkig zijn dossier ook zoek. En dan wordt de zaak gesloten. En... Pff. Het is echt moeilijk om hierbij stil te staan. Hè, zonder dat je termen gaat gebruiken. die. Ja, die dan weer aangegeven worden van. ho, 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 Perië. wel een beetje. ben ik je netjes blijven? Nou, het is moeilijk om netjes te blijven. En dan toch uh, duidelijk te maken dat wij. Uh, ja, het is ons te verwijten dat wij niet hebben ingegrepen in het geval van Sonja Barend. Dat hadden, wat hadden wij wel niet kunnen doen? We hadden haar toch ook kunnen pakken via die rare man van haar. Die, uh, die man die had zo'n programmaatje, daar hield hij iedereen voor de gek. Bananasplit of zo. We hadden toch ook een bananasplit met hem kunnen doen? Geweldig, dat denk ik nou. Dus dat. Uh, we hadden moeten ontvoeren. En dan ergens. Ik, ik ga dan echt voor de achterhoeken. En ergens in de achterhoek in een kelder. En dan daar uh, vastgebonden in een stoel. En dan uh, die. Hij uh, ja, zo'n zo bal in zijn mond of zo, hè. Zo'n SM-bal, dat hij niks kan zeggen. En dan die SM-bal eruit. En dan gaat hij me toch tekeer, jongen. Dat denk ik wel, hoor. En, en dan laten we hem gewoon lekker uitrazen. Dan gaan we gewoon check roken. een beetje vodka drinken. En. Uh, en dan. Uh, die die Ralf Inbar, hè. Zo et hij er gewoon helemaal. Maar geloof me nou maar. Hè? Hij raast misschien een uur, nou dan is die fles wodka is op en dan tabak is op en de wiet is ook op. Nou en dan gaat team 1, die gaat even naar buiten, even een luchtje scheppen. En dan komt team 2, komt binnen met een nieuwe fles jenever of wodka of wat dan ook. Of koffie als er... Ah nee, nou, ik heb er net al een liter jenever op, doe mij nou maar koffie. Bijvoorbeeld of broodje kaas of zo. Hè. Uiteindelijk na een paar uur houdt Ralf Inbar echt wel op met schreeuwen. En dan leg je een hand op zijn schoot of op zijn schouder en dan zeg je Ralf, leef je nog? En dan kijk Ralf, kijk je dan zo aan. Hè? Uh, uh. Zegt hij dan zo hè? en dan zeg je tegen Ralf, Ralf, maak je geen zorgen. Daar is de camera. En dan ga je heel hard lachen. En dan moet Ralf ook wel lachen. <laughs> je bedoelt, dit is allemaal opgenomen. Ja, <laughs> dat is allemaal opgenomen, man. Dat is één grote grap. Het is uh, allemaal opgenomen en geregistreerd. En dit gaan wij op internet zetten. Ja. Het is jammer dat niemand weet waar je zit. Maar... De ontvoering van Ralf Inbar. Je hoeft verder half niks aan te doen. Het gaat, niet. Dat gaat alleen maar om de grap, meer niet. En dat je natuurlijk duidelijk maakt dat wat zijn vrouw heeft gedaan, dat dat echt niet kan. Je gaat niet aan een slachtoffer van seksueel geweld. de interessante vraag stellen. voor een zaal vol met mensen. en dan een prime team op Nederlandse tv. met Sonja op donderdag of zo. er zitten dan 2 miljoen, 3 miljoen mensen te kijken. En dan ga je zo met zo'n groot publiek zo heel geïnteresseerd aan je linkeroorletertje krabbelen... ...en dan zeggen ze al van, nou, uh, je vond het zelf zeker ook een beetje lekker of wat. Want anders begrijp ik je verhaal niet helemaal goed. Ja, dat kan toch niet? En jij kan zeggen, van ja, dat heeft Sonja Barend niet letterlijk gezegd. Nou, het komt er erg dichtbij, herinner ik mij... Dus. Maar goed, toen kwam er de zaal. Oh, toen kreeg ik de Zandvoort affaire. Maar dat was, dacht ik, 98. Ons appartement in Zandvoort. Daar was iemand bezig. met een, een hosting service. En dan kon je lid van worden. <coughs> en dan kon je inbellen. Oh ja, je betaalde met je telefoonkosten. Dat, was, dat is misschien nu, dat is er nu nog steeds. Je, je kan een telefoonnummer aanvragen bij de PTT. En dan krijg jij als eigenaar dan van het telefoonnummer... de licentiehouder van het telefoonnummer, contracthouder van het telefoonnummer... dan krijg jij betaald voor iedere minuut die mensen uh, ja, contact hebben met jouw site. Dinges. Want er werd door, computers zaten computers erachter, modems... En via die modems kreeg je dan uh, verbinding met uh, een computer en op die computer dat was een netwerkje van computers. En daar stonden bestanden op. Uh, plaatjes en filmpjes, dacht ik. Maar met name plaatjes, want het gaat over een telefoonlijn en dat is dan 96 kilo bits per seconde. Dat is niet veel. Dat is de snelheid dan, hè? dat is echt niet veel. Dus dan moet je heel lang wachten. En die man die had echt een hele batterij aan een computer staan, een hele batterij aan modems staan. Een telefooncentrale, dus dan belde hij op en dan was het ene modem was bezet. Er zat een andere viesbeuk. En dan werd jij automatisch op het tweede modem gezet. En dan zo'n modem maakte dat tingelingeling zich aan bij zo'n computer die daar al in het midden zat. Een soort spider in de web. En dan kon je uit een lijstje allemaal bestanden van die mappen. Je kent het wel met mappen. En dan doe je klik-klik en dan gaat die map gaat open. En dan zitten er allemaal andere mappen in. Doe je klik-klik en uiteindelijk zie je dan dingen staan. En die eindigen op JPG of JPEG. En dan klik je er eentje aan of alles of een selectie of wat je maar wil en dan doe je download. Dat zit. En je betaalt dus per tik. <coughs> Telefoon tik. Uh. Dat is een goede business. Nou, ja, ze hebben die man opgerold. Of ja, die man opgerold ze hebben die uh, bedrijfsactiviteit gestopt. Ze hebben bij hem binnengevallen. Die man had contact met een voormalige jongensprostituee. Dus die was zelf in de handen gevallen van die smerige LHBGTQ-lui. En. Uh... Die jonge jongen die is volgens mij gearresteerd en die man zelf niet. Of die jonge jongens, of die man is om het leven gekomen en die jonge jongen heeft daar de schuld van gekregen, zoiets. En dat was het dan. De mensen die daar ingebeld hebben, daar zijn natuurlijk de telefoonnummers van bekend. En dat materiaal, wat daar stond, daar stonden natuurlijk gezichten op van jonge mensen en ook van uh, daders. Er werden jonge kinderen verkracht en dat werd dan gefilmd en gefotografeerd en ja, dan is de verkrachter dus ook in beeld. Maar daar is niks, niks, helemaal niks mee gedaan. Dus er leiden sporen van bepaalde kinderen naar Frankrijk. En toen ze in Frankrijk. Want dan zeiden ze in Nederland zoiets van: ja, nou, het gaat om Franse kinderen. Dan moet je maar bij de Franse politie zijn hoor, daar gaan wij niet over. Terwijl dat misdrijf had in Nederland plaatsgevonden. Het, uh, het is toch een misdrijf als je dat soort materiaal publiceert op het internet. Oh, nou, het was niet het internet, het was voor het internet. Het was met telefoonlijnen. Dat ja, lijkt me een misdrijf, toch of niet? Maar de Nederlandse politie had iets van, ja, kijk, uh, een gedoe, al die telefoonnummers uitzoeken, en, uh, ja, hallo. Uh, 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 we hebben nog heel veel parkeerbonnen uit te schrijven van alle mensen die de komende week uh, hun auto niet kwijt kunnen. En die hebben haast en die gaan er dan fout, die auto neerzetten. En dan moeten we al die auto's nog af. En ja, er is een grens aan wat wij kunnen doen om het Nederlandse, plezier, het Nederlandse publiek een plezier te bewijzen. We hebben ze ook door onze eigen prioriteiten bij de politie en justitie. Dat zeiden ze in feite. En die Franse officier van justitie. die dan aangewezen was om die. want er was een medewerker jeugdzorg. Die had zich opgeworpen als. persoon. en die had de advocaat ingeschakeld of zo. En die is die officier van justitie, Hoge Bobo, in Parijs gaan benaderen over dat materiaal. En die zei toch van ja, nou, dit materiaal kennen wij. En die kinderen hebben er allemaal toestemming voor gegeven, dus ja, wij zien verder niet het probleem. Als die kinderen toestemming hebben gegeven, ja, die kinderen, dat zijn toch uh, mensen met een vrije keuze. Nou, als iemand dat graag wil. Dat was het einde van uh, de Sandvoort-affaire. Nou, niet niet alle einden waren zo. Alle, sommige andere dingen zijn op een andere manier geëindigd, maar het, het einde was dus eigenlijk dat die ene man die het dus deed, die de, de business draaide, die kwam, die was dus dood en die moord is in de schoenen geschoven van die uh, voormalige jongensprostituee. En die is ervoor gearresteerd. Dacht ik. Dat is alles van de Sandvoort-affaire. Het ging om duizenden foto's. Echt belachelijk veel. Eén serie was uh, met een mooie titel Smacking Up a Six Year Old. Smacking Up betekent uh, in elkaar slaan. Het in elkaar slaan van een zesjarig jongetje. En die jongen is dus afgetuigd en toen waarschijnlijk verkracht. En toen waarschijnlijk, of nou die is waarschijnlijk afgetuigd in het filmpje, toen is hij verkracht in het filmpje en toen is hij vermoord. En. Nou, nadat hij vermoord was, hebben ze misschien ook nog seks gehad met hem. Dat doen ze namelijk ook. En ja, dat soort dingen zijn voor justitie uh, dermate ingrijpend voor die tedere kinderzieltjes daar. Dat ze uh, uh, half hijgend uh, overplaatsing aanvragen. Van mag ik meedoen met het uitdelen van parkeerbonnen alsjeblieft? Want uh, ik kan mijn werk echt niet meer aan hoor. Ja, het is erg. En dan het geval Dutroe. Dat was, dacht ik, in 96. Dacht ik. Maar die tijd, 96A98. 99 was het jaar van de dood van Marianne Vaastra. 30 april 1999. Ook zo'n fraaie van justitie dan, hè? Er wordt een vrouw gevonden met een doorgesneden keel. En op de plek waar ze ligt is geen bloed. En dan is de vraag, waar is die vrouw mogelijk de keel doorgesneden? En dan zegt justitie, nou, op die plek waar ze gevonden is. En als jij dan zegt, ja, er lag geen bloed. Hoe kan dat nou? Nou, zal justitie zeggen, wij hebben geen onderzoek gedaan naar bloedsporen, want er lag geen bloed. Heb je nog meer vragen? Dat is onze justitie. En bij de zaak Dutroux. Ik heb een linkje gekregen. Via Jurk en zijn vrolijke vrienden. Dat is een Duitse documentaire. Marc Dutroux und die toten zeugen. Hand de Elite. Dus dat slaat op Marc Dutroux. Niet op die dode getuigen. Maar... Marc Dutroux was een handlanger van de Elite. Dat zijn die jongens en meisjes waar wij allemaal zo blij mee zijn. Ik vind dus uh, Maxima, hè. Nou, dat vind ik echt wel een hele goede moeder, hoor. Wij deugen echt niet. Het is een gods wonder dat, dat God ons in leven laat. Ik ken zo'n atheïst die zegt: Ik vind God vind ik vreed en onverschillig. Ik vind hem uh, overdreven langmoedig. Nou, uh, ik ben niet godslastig of zo. Ik, ben, uh, ik vrees maar één en dat is het uh, mijn heer. Maar... Ik ga niet door uh, voor iemand die vindt dat God vreed is. Nee, helemaal niet. Ik vind mensen vreed. Ja, maar God heeft alles gemaakt. En, uh, ja, dus uh, alles wat mensen doen. is dus eigenlijk het gevolg van wat uh, God uh, heeft uh, gemaakt. Ja, laten we hier niet een theologische discussie over gaan houden. Maar zoiets als vrije keuze. is een noodzakelijk onderdeel van de schepping, dat heet namelijk. Dus de schepping betreft namelijk leven, en leven behelst vrije keuze. En het is niet de bedoeling dat wij de vrije keuze gaan misbruiken. Ja. Ja, als, als iemand een hamer koopt en met die hamer slaat hij die, die zijn buurman verrot, dan ga je niet de Quantum aanklagen dat ze hamers verkopen, of wel? De Quantum zal zeggen: wij verkopen hamers en het is de vrije keuze van onze klanten wat ze doen met die hamers. Als ze daar de buurman mee de kop inslaan, ja, daar kunnen wij niks aan doen. Nou, zo geldt het ook voor het leven. Als jij besluit om allerlei verschrikkelijke dingen te gaan doen. Ja, daar kan God in principe niks aan doen. Ja, op termijn kan hij er wat aan doen. Heeft hij bewezen. Als het hem echt bruin wordt. dan... Uh... Maar God heeft al zoveel van ons meegemaakt op dit terrein. Dat hij. Ik denk dat daar de verklaring in zit. Hoor, dat God tegen mij zegt: Ja, Peri, jij doet nou zo moeilijk over deze tijden in Nederland. Maar je moet dus weten wat ik allemaal heb meegemaakt. ...met jullie mensen. Stel ik even heb je even... ...zegt God dan tegen mij... ...nou, en dan begint hij over die tijd van Babylon... ...met uh, Inanna... ...dat iedereen een vrouw aanbad... ...in plaats van God. Snap je? Nee, en daar word je blij van. Hé, hey, toen had je allemaal blije kinderen, hè? Hey? Not... Ja, met die zaak Mark Dutroux, het was natuurlijk duidelijk dat Mark Dutroux, die was betrapt, voor degenen die dat niet weten, maar die was betrapt. En in zijn. Hij, Mark Dutroux had vijf huizen. Dan kan je denken dat in de jaren negentig van de vorige eeuw iedere Belg in Charleroi vijf huizen bezat, maar dat was niet zo. Vijf huizen bezitten, dat, dat duidt op een behoorlijk vermogen wat je dan hebt opgebouwd. Ook heden ten dagen natuurlijk en ook in die dagen. Hm. Dus Mark Dutroe was een rijk man. En hij had zijn geld belegd in allerlei, allerlei panden. En officieel was hij uh, handelaar in tweedehands auto's. En hij knapte die auto's dan ook op. Dus dan kocht hij een oude auto. En dan nu uh, doe je dit, bigger dat, bigger dat. En dan een kartonnen kaartje erop met uh, zoveel duizend bef. Belgische Frank is dat. Oh, Buff van Buffen. Ja, ja. Stommeling. het uh, Belgische Frank. Maar nou, zoveel duizend Belgische Frank... en dan verkocht hij de auto's. Dat, dat was zijn handel. Ja, en met zo'n uh, metier. verdien jij natuurlijk niet genoeg... om vijf huizen te hebben. En, en dan zeg je het minimaal vijf huizen... Hoor. dat zijn nog veel meer panden. Tot zijn beschikking. En in een van die panden werden twee jonge meisjes aangetroffen. Die waren nog in leven. En bij een ander pand in de tuin... werden de stoffelijke resten aangetroffen van twee andere meisjes. Die... En die zijn geïdentificeerd. Dat was Eefje en Ann. En op de bankrekening van Mark Dutroux... Zijn vlak na de verdwijning van Evie en Ann grote bedragen binnengekomen? Van honderdduizenden befs. Nou, er is een Belgische frank niet zoveel als een gulden in die tijd. Zo. Een Belgische frank was iets van 7 cent, dacht ik. Dus dan moet je delen door 14. Maar dat gaat dan altijd nog om een behoorlijk bedrag. Zeg maar, het ging om tienduizenden gulders, laat ik het zo maar zeggen. En dat soort bedragen kwamen er regelmatig binnen op de bankrekening van Mark U En je kan natuurlijk zo uitknobbelen wie dat betaald heeft. Hè? Dan heb je een naam en dan ga je die naam ga je verder onderzoeken. En dan kom je er zo achter. Maar dat is hetzelfde bij die zandvoortaffaire. Je hebt die telefoonnummers. En nou, dan weet je dus wie er allemaal ingebeld heeft. Nou zit er natuurlijk ook iemand tussen en die heeft een keertje ingebeld... en die dacht van gadverdamme, wat een troep... En die heeft nooit meer gebeld. Nou, die hoef je niet te hebben. Er zitten mensen alhoewel... wel die ook wel informatie kan aanleveren natuurlijk. Ja. En ik denk niet dat het downloaden, nee, het is wel strafbaar. Denk ik. Het in bezit hebben van kinderporno is strafbaar, dacht ik. Maar goed, dan kan je dan een beetje ruim nemen. En... En je moet natuurlijk vooral degene die uh, stevig betaalden, die veel downloaden, die moet je allemaal in kaart brengen. En wij hadden dus inmiddels een lijst moeten hebben van al die namen, van al die mensen die destijds bij die Zandvoort-meneer hebben ingebeld en die rommel hebben gedownload. Ja, het is maar wat. En bij Dutroux dus ook. Uh, waar het geld vandaan kwam, dat heeft de justitie niet onderzocht. En de rechter die er in eerste instantie op was gezet. En die ging er zonder meer vanuit dat hier sprake was dat Marc Dutroux. dus die meisjes in zijn kelder had. niet voor zijn eigen uh, genot, maar dat dat ging om handel. En dat hij daar dus vet voor betaald kreeg. En dat daar dus de bron lag van zijn inkomsten. En niet in die tweedehands auto's. Want ja, dan was ook in één keer verklaard hoe Maarten Trouw aan al die panden kwam. Huh? Zo dacht die, retter, die rechter. En die hebben ze van die zaak afgehaald. En een rechter daarvoor terug aangesteld, een onderzoeksrechter. En die dacht er heel anders over. Die dacht dat Mark Dutroux het allemaal in zijn eentje had gedaan. Samen met zijn vrouw. En Michel Nihoul. En waarom die drie mensen elkaar dan kenden, dat is dan verder nooit duidelijk geworden. Het was helemaal niet echt duidelijk geworden in het hele gebeuren niet, Want ze hebben ongelooflijk lang gewacht met Mark Dutroux uiteindelijk voor de rechter te brengen. Terwijl ze hem natuurlijk gelijk hadden kunnen pakken op die bankrekeningtoestanden alleen al. Maar dan zijn ze hem kunnen zeggen: wie, waarom heb je dat geld gekregen? En die persoon hadden nou, ze kunnen vragen: waarom heb je dat geld overgemaakt? Dat maakt u true. En dat was vlak na de verdwijning van Evie en Anne. En die twee meisjes die levend in zijn kelder zijn aangetroffen. Ja, dat alleen al dat is toch voldoende zaak om die man levenslang op te sluiten? Door iemand die. Twee jonge meisjes in levende lijven opschuwt in een kelder. En daar hoef je toch niet over na te denken over het tijdstip waarop je die weer los gaat laten. Zo iemand mag blij zijn dat hij niet de doodstraf krijgt, maar die moet voor altijd achter slot en grendel. Lijkt mij. Maar dat gevoel voor moraal, dat zijn wij kwijt. Wij hebben mededogen met uh, zo iemand als Mark Maarten Van Ja, maar die kan je toch niet levenslang straffen. En, uh, uh, ja, dat je meisjes opsluit in je eigen kelder. En, uh, ja, dat doen sommige mensen nu eenmaal. En we moeten wel, uh, ja, die horen er ook bij. Dus ze moeten dan wel even straf krijgen. Maar dan is het ook gedaan. En dan moet iedereen weer aardig doen tegen ze, hoor. Dat vinden wij. Wij zijn verachterlijk. Hoe meer ik erover nadenk, hoe meer walging ik krijg als ik kijk naar onze samenleving. Hoe mensen de consequentie niet trekken. Hoe mensen denken dat het eigenlijk allemaal maar een grapje is. Maar het is geen grapje dat wij zo denken. Het is geen grapje dat wij Sonja Barend eigenlijk wel een bijzondere vrouw vinden. Dat zijn hele serieuze zaken. Ik vraag me af hoe wij dit in het. Ja. ja. Ik kan tegen God zeggen: uh, ik heb me de longen uit het lijf geluld. Ik wist echt niet wat ik moest doen. Ik, ik, ik heb zelfs een advocaat heb ik, uh, gecontacteerd. Aangaande was de zaak Marjane Vaanstra. Ja, kijk, het slachtoffer is uh, omgebracht op de plaats waar wij een uh, stoffelijk overschot hebben aangetroffen. Want. Uh, we hebben daar geen onderzoek gedaan naar bloedsporen. En dat was omdat er geen bloed lag. En daarom weten we zeker dat de slachtoffer daar uh, de keel is doorgesneden. Ja. En we zijn uh, naar de maan geweest. Ik heb er echt geen woorden voor. En die advocaat, die keek me zo aan en die dacht van, ja, wat ben jij nou voor maf, En ik gaf hem dat requisitoor, ik heb het requisitoor van Henk J. Maus, dat heb ik in handen. En de, de enige vraag die die advocaat aan mij stelde, hij keek met hele grote ogen. Hij zei, hoe kom je hier aan? Ik zei, ja, via internet. Nou, het is niet gebruikelijk namelijk. Het was ook laatst was er een, uh, zo, ook zo'n typisch gevalletje, zo'n hele vreemde zaak. en toen heb ik met Utrecht ministerie van Utrecht, uh, officier van justitie dingen, justitie van Utrecht of zo, afdeling Utrecht, politie Utrecht, zoiets. En heb ik contact gehad via de e-mail en gevraagd om het requisitoor. En toen kreeg ik netjes een, een berichtje terug. Van ja, u bent geen belanghebbende in de zaak. Dus uh, u krijgt geen inzicht in het requisitoor. De justitie is inmiddels dus ook bezig om uh, officiële documenten die ze dan opstellen. Dus een requisitoor aangaande iets ernstigs. Dat is allemaal geheim. Dat mogen wij niet achterkomen. Misschien heeft het feit dat ik dat requisitoor aangaande Marianne Vaastra, En dat heb ik dus gefileerd. En duidelijk gemaakt dat het hier gaat om regelrechte porno. Voor uh, sadistische, viespeuksmerige, minder dan een varken waard zijnde uh, galgevoer. Henk J. Maus bijvoorbeeld, ik heb het al een aantal keren gezegd, maar pak die kerel aan. Maak me niet uit wat je doet. Maak me echt geen sodemieter uit. Zorg ervoor dat je je ofwel binnen de regels van de wet houdt, of zorg ervoor dat je het doet zonder dat je gesnapt kan worden. Want dan zijn we verder van huis. En dan krijg ik nog een keer de schuld. Wat doen we het dan? Als Henk J. Maus uh, s morgens naar zijn werk gaat. dan uh, zit zijn auto helemaal vol met ballonnen. of zo. En op iedere ballon heb je met een filstift geschreven. Perry Winkel zegt dat Henk J. Maus. en dan uh, iets wat ik letterlijk heb gezegd. Ik heb vast wel een heel mooi predicaat voor Henk J. Maus verzonnen. Wat je gewoon kan zeggen. En wat ongelooflijk beledigend is. En dat die ballonnen gevuld zijn met aanstekergas. Ja, daarvan zeg je van ja, meneer de rechter, uh, we moesten ze opblazen. En uh, ja, heel toevallig had er iemand uh, een hele grote uh, doos met uh, van die... Uh, ja, dat was wel makkelijk om de aanstekengas voor te gebruiken. Ja, wij konden ons ook niet realiseren dat uh, ja, het had natuurlijk wel uh, fout af kunnen lopen, ja. ja. Maar ja, net als uh, Justitie, uh, kijk, Justitie die kwam toen bij het stoffelijk overschot van Mianne Vaastra en die dacht van, nou, uh, die keel die is doorgesneden, dat kunnen we zien. En uh, daar ligt geen bloed, dus dan stel ik voor dat we ook geen bloedonderzoek doen. Dus als we dan zeggen dat uh, ze daar aan ons gevraagd wordt, waarom heb je geen bloedonderzoek gedaan in de grond? Dan zeggen wij dus uh, in koor, er lag geen bloed. En uh, nou, we kunnen vaststellen dat ze hier uh, de keel is doorgesneden. Ja, dat getuigt ook niet echt van denkvermogen. Dus kennelijk bij justitie hoeven ze niet na te kunnen denken. Dus dan is het jou helemaal toegestaan om ballonnen op te blazen met aanstekergas En dat de rechter dan zegt: van, Ja, maar jongen, had je nou niet kunnen weten dat, uh, dat het heel gevaarlijk is? Dat jij zegt: Nou, dat wist ik niet, hoor. Ik heb namelijk nou bij justitie gewerkt. En ik heb hetzelfde werkend denkniveau. Nou ja, zo. Ik heb eraan zitten denken om een roman te gaan schrijven met hoe het goed kwam met de wereld om te beginnen in Nederland. En dat we dan hier in Nederland van dit soort acties uh, gaan uithalen. Want ik weet ook nog hoe je. Uh, ik, ik had er nog wel wat meer verzonnen. Uh, hoe je dat kan doen? Welke uh, laat nou eerlijk zijn? Wil de, de auto van Henk J. Maus volstoppen met uh, ballonnen gevuld met aanstekergas? Dat is natuurlijk niet zo moeilijk, hè? Het eerste wat je moet doen, is je moet weten waar die man zijn onderhoud doet voor zijn auto. Nou, en dan moet je iemand hebben die bereid is om eventjes van baan te wisselen. En die gaat dan netjes werken bij dat bedrijf. Nou, die zorgt voor een kopie van de sleutel en zo gaan we beginnen. Zo gebeurt. Dan ja, heb je nog eens een aanstekengas. En, uh... Ja, en trouwens, er bovenop. Uh, je hoeft natuurlijk niet al die ballonnen vol te doen met aanstekengas. Dat valt ook nog niet mee. Als dus er maar een aantal gevuld zijn met aanstekengas. Dat is al voldoende. En met één uh, bus aanstekengas moet je toch wel tien ballonnen kunnen vullen, denk ik. En de rest kan je vullen met uh, perslucht. Of dat je zelf gaat blazen. Dat hoeft geen drama te worden. Dat moet alleen een enorme impact hebben. En dat je dan ook. Uh, als dus die uh, Henk J. Maus die wil naar zijn werk en zijn auto zit vol met ballonnen. En hoog, misschien maar één ballon. Misschien zit er geen één ballon met gas. Dat kan je ook nog doen. Dat je een of ander gasje neemt en dat ruikt naar aanstekergas. Want ze doen uh, in gas doen ze een bepaald luchtje, dat weet ik. En dat is helemaal niet toxisch of helemaal niks. Maar dat is die gaslucht. Want op zich methaan, dat is aanstekergassen. methaan ruik je niet. Dus ze doen een geurstofje erin. Dat zou natuurlijk de truc zijn. En daar vul je die ballonnen mee. En dan doe je op die auto van uh, uh, Henk J. doe je een grote sticker met uh, vuurgevaarlijk, pas op, uh, aansteker uh, gasdinges en uh, je zorgt voor gaslucht. Ja, dat is het eigenlijk, je zorgt voor gaslucht. En dan schrik je wel hoor. En als je dan een keurige website hebt met uh, ja, voor en tegen, dat moet je dan doen. Hey, je moet de controlled opposition gaan spelen. Dus dan moet je mensen hebben en die, zijn en die gaan zich helemaal te buiten en zeggen: Nou, ik vind dat dat soort dingen niet kan hoor. Want die arme Henk ja, Maus en die werkt ook maar hard. En dan, uh, nou, wat nou als de auto geëxplodeerd was en blablabla. En dan krijg je dus van die complottheorieën die dan gezegd Ja, maar in die ballonnen zat helemaal geen echt gas. Dat was alleen maar gaslucht. En dat is helemaal niet waar, want het NFI heeft onderzoek gedaan en dan weet ik veel. Het maakt niet uit. Dus je zorgt er gewoon voor dat er 10.000, 20.000, 30.000 bezoekers per dag komen. Naar nou, de auto van Henk J. Maus die had kunnen ontploffen. En dat alleen maar omdat Perry Winkel heeft gezegd dat en dan wow 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 wow. Nou, punt 1. Ik word er stik beroemd van. Maar zoiets. Ik denk niet dat het gebeurt. Ik denk niet dat mensen dit doorzetten. Ik denk dat mensen te druk hebben met uh, dagelijkse dingen. Ik denk dat mensen al lang blij zijn dat, uh, dat, dat er niet meer in de kranten uh, melding wordt gemaakt van uh, een of andere Mark Dutrouw die nog bezig is, en het verdrietige is dat uh, er is nog steeds een Mark Dutroux bezig. In Nederland ook. En in België. En in Engeland. En in Duitsland. En met name in de Westerse landen. Maar ze pikken ook negroïde kinderen hoor. Maar ik heb het idee dat ze het liefste gaan voor kinderen met een blanke huid. Dat ze dat toch net iets sexier vinden. Maar ja. En dat gaat door. Ja. Dus, is heel bijzonder naar. En dan die dodige getuigen en die zaak uh, maak u troe. Ik, ik wil je vragen om de hele documentaire te bekijken. Hij is niet zo lang, het is maar een half uur. Je zit nu al uh, bijna een uur te luisteren naar mij. En daar ja, worden niet zoveel grapjes in gemaakt. En ik heb dan wel grapjes gemaakt in het afgelopen jaar. Ik, ik, ik heb gehoopt gehoop dat je erom hebt gelachen. Dat was wel de bedoeling. Maar nou, kijk hem die documentaire. Het Duits is, uh, is goed te volgen. En... Nou, de documentaire is opgenomen voor het grootste deel in, in België. Nou, dat ga we wel bijna 100%. Een van de meest frappante getuigen die om het leven kwam. dat was een man en die had een inhaler. En die nam op een dag een zuig aan zijn inhelen. Weet je wel, wat mensen met astma of zo, hè? astmatische afwijkingen, kortademigheid. En dan heb je zo'n hormoontabletje. Dat doe je in zo'n apparaatje. En dan krik je dat krak. En dan, uh, en dan komt die vluchtige stof komt vrij. En dan, en dan zuig je dat naar binnen. Nou, ah, die man had dat gedaan op een dag. En die zakte door zijn knieën heen. En de buren, of mensen uit de buurt, ja, die waren erbij. En die zeiden: Hé, hey Piet, wat er nou? Wat is in de hand, man? En hij kon niks meer uitbrengen. En, helemaal... en toen ging hij dood. En toen heeft de politie die pillen, die hij gebruikte om de in dat ding te crunchen, hebben ze die pillen onderzocht op inhoud. En daar zat in: hou je vast, Rohypnol. Nou, dat hoort dus niet in een enheilig. Rohipnol is een drug. Zware drug. Heet het niet een rape drug of was dat CGB of zo? CHB. Het is een manier om mensen helemaal uh, oud te brengen. En politie zei van: uh, oh, nou ja, ongelukje. Verder niet uitgezocht. Die mensen van die documentaire die gaan dan bij de nabestaanden, kennissen van die man langs. En die geven dus ook aan: van, ja, politie heeft er helemaal niks mee gedaan. En volgens mij is zijn vrouw. die zei van: ja, dit kan niet, uh, weet ik wel wat. En die was even later ook dood. En zo is het uiteindelijk iedereen dood. En toen de zaak Mark de True uiteindelijk voor de rechter kwam. Toen was iedereen of dood. Of het was zo dat inmiddels alles al acht jaar geleden was. Ja, ga dan nog maar eens aan iemand vragen van wat deed je op 13 april? Dat weten mensen dan ook niet meer. Ja, maar natuurlijk hadden ze, ze hadden Mark, de True, Mark de True gearresteerd. Toen zijn ze erachter gekomen dat die meisjes in een van zijn panden in een kelder zaten, twee meisjes. En toen hadden ze moeten beginnen met gelijk het proces tegen Mark de Trouw. Van uh, je staat nu onder verdachte dingen, komt de bak niet meer uit. En we beginnen met het eerste proces. We beginnen met de eerste publieke verhoren. En we gaan getuigen oproepen. En gewoon continu. Er is geen enkele reden om daarmee te wachten. ...en we gaan niet van die rare dingen doen als de onderzoeksrechter van de zaak afhalen. Want die man die had namelijk een benefietdiner bijgewoond... ...van de nabestaanden. Ja, dus de, die, die mensen wiens kinderen verkracht en vermoord waren... Verdwenen. Ja. Die hadden een. een soort feestje. Hoe moet je dat zeggen? Een officiële gelegenheid of zo. Een, een, een samenkomst, een bijeenkomst georganiseerd. En daar hadden ze dan. Uh, behalve dat ze aan het kletsen waren met iedereen. Uh, was het na afloop. Spaghetti eten. En die man heeft toen een bord spaghetti gegeten: spaghetti bolognese, misschien wel. Met een glas rode wijn erbij, of bier. En toen hebben ze hem van de zaak afgehaald, want hij was omgekocht met een bord spaghetti. En een glas goed bier. Het zal wel bier zijn geweest, want dat was België. Maar dat drinken ze ook goede wijn. En bij spaghetti drinkt een Belg misschien toch liever wijn dan bier. Want Belgen hebben een goed gevoel voor smaak. Beter dan Nederlanders. Als het gaat om eten dan. Hè? Belgische keuken vind ik superieur. De rechter was omgeborg, omgekocht met een bord spaghetti. En, uh, misschien wel twee glazen rode wijn. Schandalig. En dan uh, even ter afsluiting uh, onze Joris Demming, Die heeft op tv laten zeggen door de NOS. Nou, door, de NOS heeft het goedgekeurd. Uh, Zo'n dame heeft het voorgelezen. En daar heeft ze voorgelezen dat Joris Debbing graag seks had met jonge homo's, maar niet altijd vroeg hoe oud ze waren. Nou, dan hield hij dus helemaal niet van seks met, ho met jonge homo's. Want als je daarvan houdt, dan vraag je toch hoe oud ze waren. Of toch? Hè? Als jij graag houdt van sigaren met vanille-aroma, dan ga je er ook niet naar de sigarenboer en zeg je van mag ik een doosje sigaren? En dan vraag je toch ook, van als je een doosje krijgt van ja, ja er zit toch wel vanille-aroma in, hè? Maar dan vraag je toch na, als je daar, als je daar nou specifiek van houdt. Dus dan, dan, dan vraag je toch, als je dan graag seks hebt met een jonge homo, dan, dan vraag je toch uh, aan die homo, homo van. Uh, uh, ja, ben je wel jong genoeg? Want anders mot ik je niet, man. Ik hou alleen maar van seks met jonge homo's. En dan check je de leeftijd toch, als je er echt om geeft. Maar kennelijk was dat niet zo, denk ik. Dus Joris Demming hield helemaal niet van seks met jonge homo's, want hij vroeg er niet eens naar. Of, dat is de andere mogelijkheid. Joris Demming kon wel zien dat het ging om een jongetje van 12. En hij dacht: ja, als ik er naar nou vraag, dan weet ik het. En als ik er nou niet naar vraag, dan kan ik altijd zeggen: nou, ik vraag daar niet naar. Dus dan kan ik altijd zeggen dat ik het per ongeluk heb gedaan, omdat ik het toevallig niet wist. Nou, daarmee heeft Joris Demmink dus even ons, het hele Nederlandse justitiële systeem, duidelijk een nieuwe norm gegeven. Namelijk dat als jij als mens, als burger, als degene die onder de wet staat, dan mag je altijd zeggen, wanneer jij een snelheidsovertreding krijgt, dat je zegt, ja, daar wist ik niks van. 130 gereden op de 12 Ja. Uh, sorry hoor, maar uh, ik kijk niet op mijn kilometerteller. Daar ben ik niet in geïnteresseerd. Dus ik betaal die boete niet. Ja, dus de de snelheidsovertredingen overtredingen die worden alleen maar betaald door mensen. waarvan uh, justitie kan aantonen. dat ze tijdens het te hard rijden. ook echt op hun kilometerteller hebben gekeken. En als justitie niet dat keiharde bewijs heeft, nou, dan kunnen die mensen altijd zeggen. ja, ik had toevallig even niet gekeken. Ja, begrijp je even als Nederlander dat je ook een soort verantwoordelijkheid hebt voor je eigen leven en hoe jij een god gaat verkopen, dat jij het goed vindt dat Joris Demmink dat wel mag zeggen, maar dat jij vervolgens als een braaf schaapje wel je boete betaalt. Terwijl je misschien inderdaad niet had gekeken hoe hard je reed. En ik denk dat Joris Demmink ook echt niet heeft gevraagd hoe oud die jonge homo's waren, dat kon hij natuurlijk gewoon zien. Je ziet toch aan iemand hoe oud hij is. En Joris Demmek die koos er gewoon eentje uit. Hij hey, koos te TW's uit. Dan zat hij in zijn dienstauto. Van die meneer Mos. En meneer Mos die, uh, die, die was plotseling dood. Ja, en meneer Mos die reed hem dan naar Eindhoven. En dan uh, was het Anne Frank plantsoen. Daar stonden die jongetjes allemaal klaar. En dan uh, ging uh, Joris Demmek even kijken uh, welke homootje jong genoeg was naar zijn mening. En die kreeg dan de hoofdprijs. 100 euro of zo. En het enige wat die jongetjes hoefden te doen, dat was echt helemaal niet veel hoor. Dat was op de achterbank van de dienstauto. En Joris Demmink is inmiddels uh, met een heerlijk pensioen. Zit hij ergens te genieten van, uh, nou, ik hoop voor hem uh, jonge homo's. Want daar hield hij toch zo van? Nou, ja, het is schandalig. En op zijn hamburgs zeg ik tegen jullie: tjus. En dag lieverds.